En die doet nu een voordracht over de serpentines. Jullie weten wat serpentines zijn? Het zijn van die sliertjes die je uitgooit wanneer een schip een land verlaat. En dat was toen in Indonesië zo. En ze gaat het zelf aan jullie vertellen. Cindy Smits. Allemaal. Ja, inderdaad, serpentines, daar begint mijn vertelling mee. En dat vormt dus een onderdeel van een afscheidsritueel van vroeger, als de grote schepen weggingen. En dan was het gewoon een soort uitzwaaienritueel. Bij de Indische mensen die dan hun land moesten verlaten, was het een afscheidsritueel met een wrange bijsmaak. Zodra de serpentines scheurden, scheurde de laatste fysieke band met het moederland. Op de kade stonden zij die achterbleven. En de hen toegeworpen serpentines opvingen en stevig vasthielden. En aan boord stonden zij die vertrokken, een onbekende toekomst tegemoet. En het andere uiteinde van de serpentines zorgvuldig omklemden. Zachtjes bewoog het schip Zuiderkruis zich voort. Vanuit de haven Tanjung Priok. Het vertrek van mijn ouders was niet vrijwillig op die 7 december 1959. Maar was ingeluid door de brief van de Indonesische immigratiedienst, die op de eerste verjaardag van hun eerstgeborene op 5 mei 1959 op de spreekwoordelijke deurmat was gevallen. In die brief werd oom papa's inreisvisum gevraagd. Als houder van een Nederlands paspoort immers, werd hij geacht over een inreisvisum te beschikken. Zo niet, kreeg hij het stempel ongewenst vreemdeling toebedeeld. Met daarbij het dwingende verzoek zich zo spoedig mogelijk te melden bij het Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen in Jakarta, zodat hij het land snel met zijn gezin zou verlaten. Papa had geen inreisvisum. Generaties voor hem hadden zich over de archipel bewogen van Makassar naar Amboina naar West-Java, dan naar Sunda, Sundaland. Zijn Sundanese moeder was in 1906 geboren in Surabaya. En zijn Indo-vader in 1891 in Bobo. En daar gingen wij. Papa, mama,
tante Esther, het jongere zusje van mama, en ik, kleine Cindy. Zoals tante Esther mij tot aan haar dood in 2009 zou blijven noemen. Hoge golven en woeste baren en een wild deinende zee. Dat was de golf van Biscayen, heb ik mij laten vertellen. En mijn wiegje gleed richting de opengeklapte deur. En tante Esther riep: kleine Cindy, de wieg. Vijfendertig jaar lang heb ik hier in Nederland gezegd dat ik daar vandaan kom. Tot ik met mijn ouders terugging. Saya lahir di sini. Kon ik in 1995 eindelijk zeggen in de taal van mijn geboorteland. Lahir di sini. Hier ben ik geboren. En hier loop ik nu. Door de straten van Bogor, de stad waar mama mij ter wereld bracht. En in de menigte om mij heen zie ik gelaatstrekken die mij zo vertrouwd voorkomen. En hier snuif ik geuren op die ik al eerder geroken heb. En hier hoor ik klanken die mij zo eigen in de oren klinken. In de verte klinkt weemoedig het lied van een krontje. En zachtjes aan de oever wuiven de bladeren van de waterspinazie heen en weer. Heen en weer. Lingang Cancun. En de wind fluistert. Laat maar gaan. Laat maar gaan. Rustig aan. Plan Sajo. Saya lahir di sini. Dank u wel. Cindy Smit.